Duizenden enthousiaste Friezen doen de wedstrijdrijders uitgeleide wanneer ze de donkere nacht inglijdend beginnen aan de eerste van de 200 kilometers die hen wachten. Dat je na 50 jaar dus toch nog geëerd wordt met een postzegel, dat is, ja. En ik geloof wel dat de ouderen daar wel ook blij mee zijn. Want die kunnen zich die dag 18 januari goed herinneren, hè, van 63. De koude mist heeft mutsen en truien overdekt met een witte rijplaag. Hier in Hindelopen moeten de rijders over een dijk lopen, waarbij een zekere Reinier Paping ten val komt. Toch heeft die Paping samen met Jean van den Berg de leiding genomen wanneer de groep de haven verlaat en de witte vlakte van de tot ijs gestolde binnenzee oprijdt. En zo schreef Reinier Paping hier 50 jaar geleden wereldgeschiedenis. Hij is inmiddels 82 en nog steeds razend populair. Hoog tijd dus voor een postzegel. Ik vind het juist leuk dat ik hier alleen op sta. Ja, dat is mooi hè? Het is absoluut een volksheld, maar ja, ik heb toevallig laatst de film nog gezien, de hel van 63. Ja, als je ziet hoe dat is gegaan. En als je dan ook nog leest dat van de 9000 deelnemers er uiteindelijk 69 over de finish kwamen. Nou, dan ben je, als je 20 minuten voorsprong die toch wint, ben je echt wel een held. Voor de rest van je leven, absoluut. Bij Bart Le Hiem op de splitsing naar Dokkum ziet het publiek hem met een veilige voorsprong van 8 minuten voorbij komen. Ik heb me later beseft dat ik die dag bij veel mensen, ja, veel teweeg heb gebracht. Leuk, hè? Er komen 1 miljoen zegeltjes in omloop, dus zeldzaam wordt hij niet gauw. Maar de zegel is wel interessant voor verzamelaars. Er zijn mensen die apart jubilea's verzamelen en er zijn mensen die gek zijn op postzegels met schaatsers. En daar is het heel interessant voor natuurlijk. En we hebben nog al wat oudere verzamelaars die zich dus allemaal die grote dag kunnen herinneren in 63, waaronder ikzelf. En daar is het heel speciaal voor. Ja. Schaatsen kan Reinier Paping niet meer na een aantal heupoperaties. Maar de Elfstedenkoorts, daar is hij nooit van genezen. Ja, die komt weer. Ja, die komt altijd onverwachts, hè? Je moet, elk jaar moet je er klaar voor zijn.